Goedendag, je kijkt naar een speciale weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We gaan het hebben over de zware buien die vanmiddag mogelijk zijn. Code geel hebben we op dit moment voor Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. En die geldt dan vooral voor hoosbuien met onweer, kans op hagel en kans op wateroverlast. Het zullen zeer lokale buien zijn, zeker niet over grote gebieden. Dus slechts enkele krijgen er gelukkig maar mee te maken. Maar de waarschuwing geldt wel voor die vier provincies. Want daar is het op dit moment het warmst, zo'n 24 tot 27 op een enkele plek zelfs 28 graden. En die hoge temperaturen in combinatie met de vochtige en onstabiele lucht geeft energie aan de wolken om uit te groeien tot forse buien. En er staat heel weinig wind. Dat betekent dat de buien zich nauwelijks verplaatsen, dus dat er lokaal heel veel neerslag kan vallen. Op de satellietfoto van kwart over één zien we al een paar stevige buien zitten in Duitsland. Dat zijn deze witte plekken. Nou, die zware buien komen niet echt bij ons. Ze bereiken nog net het zuidoosten van Zuid-Limburg. Maar de rest van het land, daar geen last van. Maar als je goed kijkt, zitten er ook veel witte plukjes. Dat zijn stapelwolken en die gaan wel uitgroeien tot buien. Op een enkele plek. Ik heb ook al de satellietfoto van vanmiddag twee uur. Met daarop de buien en het onweer. Nou, en daar zie je het allemaal wat duidelijker. Forse buien al in Frankrijk. Ook in de buurt van Londen. En zeker ook in de buurt van Limburg. Ook ten oosten van Nederland, in de buurt van Essen en Münster, al regen en onweer. En het gaat dan om die lijn van stapelwolken van Brussel naar Bremen. Dat is het gebied waar we verwachten dat er nog meer zware buien gaan ontstaan. In Eindhoven, zojuist al de eerste druppels, tenminste iets ten zuiden van Eindhoven. En steeds meer stapelwolken groeien dus uit tot zware buien. Je ziet hoe ik het gebied getekend heb. Dat betekent dat het in het westen en noorden gewoon droog gaat blijven. Kans op een bui staat zeer klein. Avondvierdaages in die provincies kunnen dus zonder zorgen de avond in. Voor het midden van het land, Utrecht bijvoorbeeld, is er slechts een kleine kans op een bui. Geldt ook bijvoorbeeld voor Zeeland en Zuid-Holland en voor Drenthe. De nadruk ligt echt op Brabant, Limburg, de Achterhoek en Twente wat ons betreft. Dat zien we ook in de weermodellen terug. Dit is vanochtend tien uur als ik de boel in beweging zet, dan zie je geleidelijk een aantal buien ontstaan. Dit is vanmiddag. Nou, dan ontstaan de eerste buien in het oosten en zuidoosten van het land. Gaat niet per se om de exacte positie, maar het gaat wel om het verhaal wat het model vertelt. Die zware buien die in die regio kunnen ontstaan. En natuurlijk ook in Duitsland, maar zeker niet in het westen en noorden van het land. Daar dus prima omstandigheden. Dus samenvattend: vanmiddag grote verschillen in temperatuur. Diep in het binnenland 27, 28 graden. En daar de vorming van plaatselijk zeer zware buien: hagel, onweer enkele keer ook windstoten, het is allemaal mogelijk, maar de meeste zorgen hebben we over de neerslag. Want doordat die buien bijna niet verplaatsen, kan de lokaal 50 tot 75 mm vallen. En dat is echt veel. In het westen en noorden blijft het droog. Heel misschien bereikt een enkele bui vanuit België, waar ze nu zitten. Zeeland, die kans is ook niet super groot. En ook vanavond, meeste buien in het zuidoosten en oosten. Heel misschien lokaal in het midden van het land. Staat hier nog onweer, maar die kans daarop is eigenlijk heel erg klein. In het noordwesten en noorden droge omstandigheden. Houden onze weerberichten verder in de gaten vandaag. We blijven u de hele middag en avond op de hoogte houden via onze live blog op Weerplaza.nl en natuurlijk via Twitter. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.